Is de DSM Trotting Mini Trotters Draverij. Deze keer met z'n vieren. Het zijn onze grotere ponies. Het zijn de gekende namen. We gaan nog eens kijken naar de strijd tussen Flojo en Little Lizzie. Maar ze moeten deze keer respectievelijk 200 en 300 meter handicap toerijden tot bij Cassiopeia daar. En Cassiopeia daar is de koploper. Die komt momenteel als eerste de Gaverbeekbocht uit. En die heeft zo'n 100 meter voorsprong op Majesty. Dus Camille Geoffroy aan de leiding met Cassiopeia daar. In tweede stelling volgt dan Majesty. En dan hebben we zo'n kloof van 150 meter. Maar met z'n tweeën gaan ze proberen de kloof dicht te rijden. Het is Flojo met Juliette Petit en Little Lizzie met Louis Nering. Die in derde en vierde stelling de bocht uitkomen. We zijn halverwege de overzijde van de baan. En Cassiopeia, daar is de koploper. In beeld zien we Majesty die momenteel tweede ligt. Dan zien we wat verderop zowel Flojo als Little Lizzie. En die moeten die handicap op dit moment van zo'n 200 meter achterstand nog steeds goed maken op de koploper. Cassiopeia daar. In de kleuren van Luc de Volder met Camille Geoffroy leidt wanneer we de 500 meter paal voor bijdraven. En Majesty komt nu toch wel geleidelijk aan opzetten. Majesty die komt op een drietal lengte van Cassiopeia daar. Ook Flojo die knibbelt nu geleidelijk aan meter per meter aan de voorsprong van de eerste twee. En Little Lizzie die volgt dan drie lengten verderop. We komen de laatste rechte lijn in. En het lijkt alsof het pelotonnetje heel dicht bij elkaar zou kunnen eindigen. De koploper is nog altijd Cassiopeia daar met drie lengten voordeel. Op in tweede stelling Majesty, Gilles Verbomen op de tweede plek. En dan hebben we Flojo met de steun van Little Lizzie. En Little Lizzie gaat er al voorbij. Little Lizzie nu op de derde plek. Little Lizzie, wat gaat hij snel? Je zou zelfs vergeten dat het mini-trotters zijn in sommige gevallen. En dat geval is er eentje van Little Lizzie. Die laatste 200 meter. Little Lizzie rolt ze allemaal op. En dat in een toch wel hele opmerkelijke stijl. Little Lizzie die wint het met op de lijn 3 lengte voordeel. Cassiopeia daar die houdt waarschijnlijk nog stand voor de tweede plek. Flojo pakt er nog mooi op. En ook Majesty deed het ondanks die vierde plek eigenlijk wel heel goed in deze koers.